Ik wens jullie natuurlijk ook het allerbeste voor 2019. Dat vergeet ik helemaal. Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben Marieke van Beet bij Marieke. En vandaag gaan we het hebben over iets wat ik er nu bij ga pakken. Da-da-da-da-da-da-da! Een squirting, want hij is klaar! En af! En lekker! En een teken! Helemaal blij mee. Hij is gewoon helemaal af. En oh, wat ben ik blij dat dit project klaar is. Moet je me in geloven, want... En heel eerlijk. Heel eerlijk. Hij was ergens begin december, na Sinterklaas was hij al af. Want ik was er klaar mee. Ik wilde zo graag gewoon even focussen op één project en dan door. En niet steeds weer een vierkantje haken. En oh chips, ik moet weer bijhaken. Heb ik helemaal geen zin in. Ik wil hem gewoon af hebben. Dus dat heb ik gewoon lekker ergens begin, midden december gedaan. En dan heb je een deken. Met kartonrandjes. Die je niet heel goed ziet. Maar dan heb je wel een deken. Op mijn Instagram, het Meet bij Marieke, staat de volledige deken op de foto. Dus daar kan je hem even rustig en goed bekijken. Want die krijg ik nu even snel niet zo goed in beeld. Is nu ook gewoon een prop geworden. Maar hij wordt al heel veel gebruikt. Hij ligt op de bank. En daar lig ik heel vaak onder elke avond. Zit lekker gehaken op de bank. Zit ik lekker op mijn deken. En waarom heb ik geen rand eraan gehaakt? Nou, ik was bezig met een rand. Ik zat te kijken voor de blokstitch of gewoon een granny rand. Ik vond het lelijk. Ik vond het echt heel erg lelijk. Het deed mijn deken geen recht. Ik wilde het liefst gewoon ook de kleuren uit het deken gebruiken. En dan het liefst ook niet eentje, maar meerdere. Want ik denk niet dat ik genoeg heb, nog garen over heb, om gewoon in één kleur een rand te doen. Ik vind hem klaar. Dus, hij is zonder randje geworden. Maar dat geeft hem ergens ook wel wat. Hij is gewoon klaar zo. Gewoon af. Dus, hij bestaat in zijn geheel uit 363 vierkantjes. Dus dat zijn 363 keer 2 aantal draadjes die afgehecht zijn. En die zijn ook allemaal netjes afgehecht. Hij is gewoon echt helemaal klaar. Yay! I did it! I made it! Woo! En dan vraag ik me af, wie heeft ook meegehaakt? En is jullie deken ook af? Laat het me weten. En dan kijken we nu nog even naar de squares van december. En alle fotootjes en zo. En daar komen ze. Jullie denken, en nu in 2019, een nieuw jaarproject? Nee. Ik heb hem in 2015 al gedaan. Kijk, die heb ik ook even gepakt. Die heb ik ook hier. Tada! Die wordt ook veel gebruikt, maar ja, nu heb ik 2 dekens op de bank, dus ja. Maar die wordt ook heel regelmatig gebruikt op de bank om gewoon lekker onder te liggen en een filmpje kijken, een kopje thee. Heerlijk genieten. Dat was dus in 2015, dus ik heb het toen in 2018 weer gedaan. En wat heel toevallig is aan beide dekens, wat in allebei de dekens is gebeurd, we zijn verhuisd. Vind ik toch wel grappig. Dat zoek je niet van tevoren uit van joh, ik ga verhuizen, dus ik ga zo'n deken maken. Dus dat vind ik wel grappig. Maar in 2019 komt er niet een nieuw project. Ik heb zitten denken over een project in mijn hoofd. Iets met pixels. Maar ik heb toch besloten om het niet te doen. Toch besloten om gewoon even de rust te pakken en gewoon lekker per project gewoon af te kunnen maken. Ik wil al zo lang, zoals jullie misschien wel weten, mijn work in progress eens af hebben. En dat, ja,
Dan moet je toch steeds weer zo'n deken oppakken. Want ja, je moet er toch mee verder. Want hij moet toch afkomen. En dan, ja. Nee, dit jaar doen we dit niet. Volgend jaar? Wie weet. Even kijken. Zullen we nog even terugkijken op 2018? 2018 begon met een tekening. Ik begon een tekening te maken van de deken die ik wilde gaan maken met kleuren die ik wilde gebruiken. Dat werden dus 5 kleuren. Rood, oranje, geel, roze en paars. Allemaal van Staalkraft. Precieze kleuren zet ik beneden in de beschrijving. Dat idee dat was al eigenlijk september of zo daarvoor al. Zo, dat was zelfs al in april 2017 had ik het idee al in mijn hoofd. En ik ben dus toch echt blijven wachten tot 2018 voor ik ben begonnen. Ik had eerst het idee van, nou ja, anders begin ik een half jaar voordat ik 30 word. En dan een half jaar nadat ik 30 word. Met andere kant had ik zoiets van, ja, maar dat is weer zo, vond ik weer zo raar. Dus het was een andere optie. Begin 2018. Of ik begin op mijn verjaardag, de dag dat ik 30 word. Maar ik heb er dus voor gekozen om gewoon in 2018, in januari, te beginnen en dan door te haken. En dat heb ik gedaan en dat heb ik dus gered. En het begon natuurlijk ook met een vlog erover, die ook redelijk goed is bekeken. Dank jullie wel daarvoor, vind ik erg leuk. En ja, toen gingen we van start. En wij kijken heel getrouw nadat het hier om 12 uur nieuwe jaar is gestart. Kijken we trouw met de familie het vuurwerk om 1 uur onze tijd in Engeland op Londen op tv. Op de BBC. En ja, dat deden we toen natuurlijk weer. Nog even een paar hoogtepuntjes uit mijn jaar. Kijk, deze vond ik ook erg leuk. Mijn kleine meid die op de deken van 2015 loopt en ook op de deken van 2018. En waarom is deze nu juist zo leuk? Ik kwam hem laatst toevallig weer even tegen toen ik aan het kijken was. Gewoon even terugkijken naar mijn jaar. En toen, daarnet heb ik ook even allebei de dekens die ik net heb laten zien, heb ik ook even op de grond gelegd in de woonkamer om fotootjes van te maken. Want ja, toch bijzonder. Ik heb nu 2 van dit soort dekens. Dus dat vind ik toch wel heel tof. En toen ging ze er weer op lopen, ging weer spelen, ze gaan weer bemoeien. Dus... En ze is een stuk groter geworden. Kleine meisjes worden groot. Ik ben natuurlijk naar Harry Potter in concert geweest. En ja, dit jaar is het nu nummer 4. Daar gaan we ook naartoe. Daar heb ik wel zin in. Even snel kijken hoor. Nou ja, deze was van dat ik daadwerkelijk 30 ben geworden. En dus ook mijn eerste toverstaf gekregen. Ah. Ja, we hebben Formule 1 gekeken. We hebben testritjes gemaakt met allemaal nieuwe auto's. Om te kijken welke zou onze nieuwe auto gaan worden. We hebben de feestdagen gevierd. Ik heb Harry Potter gelezen. Lekker naar buiten met het stel. Ik vind het zo leuk dat je ze hier ook allebei op de foto ziet. Dat gebeurt niet zo vaak. Hier hebben we de foto van dag 100. Dag 100! Eerste mijlpaal. Nou ja, nadat je de eerste maand hebt gehaald, is dit de eerste echte mijlpaal, vind ik. Dag 100. Mijn verjaardagen. Nog een baby shower. Ja, deze vind ik ook leuk. Ik gebruik hem echt heel veel, die tas. Dus die heb ik met recht gekocht. Al zeg ik het zelf. Mijn broer is getrouwd. We zijn op vakantie geweest. Ik heb nog een leuke foto van de trouwen. Vast wel. Oh ja, dat was deze. Toen was ik een square kwijt. Ik had hem wel gehaakt. Maar ook weer niet, want hij zat niet in mijn deken. Maar ik had hem er wel tussen gepland. Maar daar was wat misgegaan. Dus toen heb ik hem er nog tussen gestopt. Dit was ook de kleur die miste, want ik gebruikte 5 kleuren en ik gebruik ze random, maar wel steeds alle 5. En dan weer andere volgorde, dus zo steeds andere volgordes. Oh kijk, hier heb ik nog een foto van een bruidspaar. Oh ja, deze vind ik ook heel bijzonder, deze foto. Die heeft voor mij wel wat. Met z'n drietjes waren we op het strand. Ze vond het geweldig.
Zo tussen ons in vind ik toch zo schattig met die handjes zo omhoog. En dat is mooi dat je dat in de schaduwen ziet, vind ik. Dus ja, ik ben wel weg van deze foto. Ik vind het leuk om daar haartjes te doen. Dus daar ga je misschien ook nog wel wat meer van zien. Ik heb de Harry Potter deken verder opgepakt. Dit is een Luna Lovegood. En die deken is overigens nog niet af. Die moet dit jaar echt af. Alleen nog twee banners en een rand en dan is die klaar. Ja, het hoogtepunt van ons jaar. De sleutels van het nieuwe huis. Want dat ging toch wel ineens heel snel. Maar ja, toch erg blij. En ook de verkoop van ons huis ging opeens heel snel. Het is nu bijna klaar. Ja, de zolder is nog één grote zooi. Maar voor de rest gaat goed. We zijn heel blij met het huis. Ik was wel een beetje bang, want ja, je neemt toch afscheid van... Ja, ik nam toch afscheid van mijn thuis. Ik voelde me helemaal lekker in het oude huis. Alleen hij werd gewoon klein. We konden niet onze hobby's lekker... We hadden daar niet echt de plek voor. We woonden in een appartementje met twee slaapkamers. Wel een grote woonkamer, maar ja. Ik kon dan niet mijn spullen laten liggen, want overdag was mijn dochter daar ook aan het spelen. Dus dan kon ik moeilijk de naaimachine echt laten staan, want dan konden we ook niet meer eten 's avonds. Dus dat is nu lekker dat we nu gewoon... Ook mijn man, want die zat ook met zijn hobby's, dat hij zat van ja... Ik kom er zo niet aan toe. Ik heb de ruimte niet. Ik kan het niet laten staan. Dus erg blij dat we nu allebei een eigen plekje hebben op zolder. Om gewoon lekker te vreubelen en te doen. Dus daar zijn we heel blij mee. Nog niet zoveel gedaan omdat we nog steeds de puntjes op de i aan het zetten zijn in huis. En dus de zolder nog moeten opruimen. Of daar druk mee bezig zijn. Ja. Maar het wordt wel echt steeds meer ons thuis. We moeten even wat foto's gaan afdrukken. Dat het echt... Ons huisje. En een klein meisje was jarig, hè? Die is 2 geworden. Die is gewoon 2. My god. Het is ook echt wel een peuter, hoor. Kanonnen. Maar ook een schat. Ik ben heel blij met haar. En ik ben onwijs trots op haar. Ze doet het zo goed allemaal. En natuurlijk, huis verkocht. Ook fijn. Wat hebben we verder nog? Nieuwe auto. Dit is een project waar ik toch wel trots op ben. Dat is de project bag met die stof. Ik ben zo weg van die stof. En ja, ik vind het ook een mooie foto geworden. Dus dit is wel echt een van mijn hoogtepunten van mijn maaksels van afgelopen jaar. Maar we verhuisd. Ja, dat was hier. Het was de zooitje. Dat hoort er ook bij. Je net bent verhuisd. En kijk, ik vind het echt leuk om haar te doen. Zo leuk om ermee te spelen en te doen. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Mijn afgelopen jaar. En wat heb ik voor plannen voor 2019? Nou, ik heb hele grote plannen. Maar daar ga ik nog niet veel over vertellen. Wat ik wel kan vertellen, is dat ik op het kanaal van Made by Monique elke week iets creatiefs ga delen. Dus iets creatiefs waar ik mee bezig ben geweest. Over het algemeen, zoals ja, nu deze week dan mijn Square Day van 2018. En ik weet dat volgende week gaat het over stippen, want ik ben ook aan het stippen geslagen. En ik ga binnenkort, moet ik even snel nog even een gezinsportret borduren van 2018 nog, want die ben ik vergeten te maken. Dus daar komt een vlog over. Maar er komt dus elke keer een creatief iets. En of het wordt een afgerond project, of het wordt, ik neem jullie mee in hoe ik het project maak, en hoe ik het doe, en bla bla bla, of... Ik heb nu ook die Ratio Boho Hippie deken bijvoorbeeld. Die ben ik nog druk mee bezig. Ja, daar kan ik best een vlog over maken. Gewoon midden invallen en jullie meenemen tot het einde. Want waarom moet het per se allemaal vanaf het begin? Ik heb geen idee. Dus ik doe gewoon lekker, neem jullie lekker mee in de creatieve projecten waar ik mee bezig ben. Of ik neem jullie mee naar een winkel waar ik ben geweest die me heeft geïnspireerd. Of iets. Ik laat jullie mijn verzameling boeken zien. Het kan van alles zijn, maar in ieder geval iets creatiefs. Hoe zit het dan met het koken en Harry Potter en al die huiselijke dingen? Ja, die worden minder tot niet eigenlijk. Natuurlijk kan ik het niet laten om af en toe even hierover wat te kletsen, maar dat wordt dan een extra video. Zodat het gewoon elke week sowieso gericht is op Made by Monique. En lekker creatief! Zoals ik ook. Ja, ik vind het leuk om creatief te zijn. Ik hou van creatief bezig zijn. Wat ik ook nog misschien kan doen is pop nu in mijn hoofd op dus om jullie mee te nemen hoe ik vlog. Hoe dat er dan achter de schermen aan toe gaat. Vind je dat leuk? Heb je zelf nog andere ideeën of iets? Laat het weten in de reacties hier beneden.
Ik hoor het graag. Want ja, is toch even goed over nadenken. We moeten dan wel elke week iets een creatief filmpje hebben. Dus ja, wie weet. Verder, voor 2019 hoop ik nieuwe projecten te maken natuurlijk. Maar ook nieuwe patronen te ontwikkelen. En verkopen en doen. En wat ik het allerliefste zou willen. Meer verslaafde aansteken voor pixelhaken. Dus dat is wel een beetje mijn goede voornemen voor 2019. Maar ja, hoe, wie, wat, waar? Dat gaan we nog zien en dat gaan jullie meemaken. En ik ook. Oh ja, hebben we die nog. Vorig jaar heb ik aan de hand van deze pot laten zien wat ik allemaal heb gemaakt. Toen ging ik heel die pot langs. Maar ik zit nu een beetje met van... Overheerst heel erg vijf kleurtjes. Zal ik dat nu wel doen dan? Nee, ik ga het niet doen. Ik ga ze er wel uithalen en opnieuw beginnen. De eerste afgehechte draadjes liggen beneden al klaar om in de pot te gaan. Maar ik moest hem eerst nog even op film vastzetten. Dus dit is de pot. Tadaa. En die gaan we zo legen. Ik heb een hoop mooie dingen gemaakt. Ik heb een hoop meegemaakt afgelopen jaar. We gaan zien wat 2019 gaat brengen. En mijn telefoon gaat. Nou, toen werd ik aan alle kanten onderbroken. Want mijn telefoon ging af. En toen ging ook beneden de deurbel. Waaah! Dus, weet je wat we gaan doen? We gaan maar afsluiten deze vlog. Dankjewel weer voor het kijken. Ik wens jullie natuurlijk ook het allerbeste voor 2019. Dat vergeet ik helemaal. Maar natuurlijk wens ik jullie dat ook. Ik hoop dat jullie me blijven volgen in 2019. Doe dan een likeje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. Het is gratis. Reageer met leuke dingen. Vind ik altijd maar gezellig. Ik zie je graag weer bij de volgende. Doei!